bosjacht. De kindjes worden zo losgelaten. Het is bijna 5 uur. Dus ik ben benieuwd of ze me vinden. Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee. Een stukje Holland draag ik in mijn hart steeds mee. Dat centrum van Oosterhout, zoals jullie hier voor mij zien, lopen al een flink aantal van de eerste klassers van het Sint-Olbert Gymnasium. Het thema van dit jaar is iets van oranje of Nederland, of wat het ook mogen zijn. Heeft u er zin in? Ik heb er zin in, dus ik zit hier lekker op mijn gemakje. Ja, het is lekker weer vandaag. Mooie zon, prima weer. Dat gaat helemaal goed komen. De Vosjacht is nu ongeveer 5 à 10 minuten bezig. En als er één ding is waar de meeste jongens van houden, dan is het wel eten. Dat is gewoon een algemeen bekend feit. En waar de meeste dames van houden, dat is shoppen. En dat wordt ook grootschalig gedaan. Na 10 minuten kijk je zo maar even naar de volgende. Is het eten een beetje lekker bij jullie? Beetje zin in de Vosjacht? Ja? Beetje zin in de Vosjacht? Ja? Dat is camera, hè? Camera, dus dat is voor de SBS6. Ja, ook. Ik wil niet op de camera reageren. Maar hoe vindt u het tot nu toe in uw kippenpak? Ik vind het hartstikke gezellig. Enige nadeel is het een beetje warm. Ja, dat kan ook wel. Van de rest is het hartstikke leuk. Ja, dat... En het temperatuurtje is ook perfect. Dus geen enkele... Ik moet wegrennen, sorry. Oh. En dan gaan we weg. En nu ronddraaien! Ja, nu ronddraaien. Yes! Hoe voelt het om een kaas te zijn? Heel grappig. Ja? Zijn er ook mensen die je op willen eten zoal? Ja, zoals hij. Hoe vindt u de eerste klas het jaar ook? Nou, elk jaar is het wel altijd leuk om de eerste klas mee te maken. En wat ook leuk is, is dat ze ook proberen in het Frans bonjour te zeggen. En nou, proberen ze hoe het woord waar is je hoofd in het Frans te vertalen, dat lukt niet, maar ze hebben wel veel plezier, zie ik. Valt het tot nu toe, de Vosjacht? Ja hoor, hartstikke leuk. Ja, u heeft natuurlijk al heel veel leerlingen van het Sint-Olbert Gymnasium naast u komen. Ja. Ja, ik snap niet wat ze hier doen. Ja, dat is het. Mijn naam is Marieke in den Vogel. Ja. En ik snap dus helemaal niet wat al die leerlingen hier doen. Ik vind ze wel erg lastig eigenlijk. Ik vind ze erg lastig. Ja, dat is allemaal die opmerking. Kan je het nog even herhalen? Ulbert, waar is uw hoofd? We kunnen hier gewoon niet normaal eten. We worden de hele tijd gestoord en we snappen niet waarom. We allemaal van die malotige briefjes uitdelen aan die leerlingen. Verschrikkelijk, jongens, verschrikkelijk. Dus wij snappen daar. Heb je ook al iets van een favoriete vak of docent hier op school? Nee, niet echt wat. Maar... Dat moet je nooit zeggen. En dan gaan we even vragen hoe het met meneer Van der Zanden gaat. En meneer Van der Zanden, hallo. Bevalt de Vosjacht hier nog steeds? Het bevalt prima, dus het is mooi weer, dus ik zit hier nog steeds heerlijk lekker. Ja? Het gaat hartstikke wel in de schaduw. Je zit wel in de schaduw. Nou, dat is lekker, dat is niet te warm, hè, maar ik heb al ik denk een heleboel groepen al gehad. Maar ja? Ik denk dat er nog wel een paar moeten komen. De heren, de schrikvogel is aangekomen. Ja. Dan zit u hier gewoon rustig en dan heeft u volgens een schrikvogel tegenover u. Heb ik al uitgelegd op de film wat de schrikvogel is? Dat is meneer Radoos van vorig jaar. Meneer Radoos van vorig jaar. Ik ben dus daarnet gewoon lekker achter de schrikkip, genaamd Ros Radoosje achteraan gaan in Arendsof. En in Arendsof loopt het ook nog gewoon helemaal vol met dit soort rare gasten die hier om mij heen staan. Zeg even, laten we even allemaal op mond naar de camera zeggen. Op mond! Dat ze Piet Paulusma ook altijd mensen om zich heen laat zeggen. Op mond! Oké, 3, 2, 1. Op mond! Huh? Hoe is de jacht tot nu toe? Ja, best wel leuk. Ja? Heb je ook zin in het schoolfeest van zometeen? Ja hoor. Ja? Heb je ook al, heb je ook al het idee dat je echt het Ulbert leuk vindt op dit moment? Ja, ik had al een beetje het idee dat ik het Ulbert leuk vond door de verrijkingsklas. Ja. Nee, klappen! Niet doen! Nee! We hebben een perron! Zal eerst naar binnen! Wij hebben een perron! Wij
luisteren bent, dan moet je schuifelen met waar is die kaart. Ja, oké. Wij staan hier dus nu weer in het park. Het is nu 5:07. En wij gaan zo meteen teruglopen naar het Hilbert. En dan is het gewoon de tijd voor het eerste schoolfeest van al deze eerste klassen. Wij gaan ook meelopen naar het Hilbert. En daar gaan wij gewoon eens even kijken hoe zij naar binnen gaan en bladibla. En misschien gaan we ook gewoon even mee binnen naar het schoolfeest. Daarnaast gaan we nu ook even meneer Vermeulen aan de tand voelen, want die zijn wij niet tegengekomen. En meneer Vermeulen, ja. Hoe heeft u de vossen jacht gedaan? Nou, het was hartstikke leuk. Ja, ik heb er niet zoveel van gezien, hè. Ik zat in de etalage bij V&D. Dus ik heb eigenlijk de hele avond heel stil gezeten. En hoeveel mensen zijn uiteindelijk langs gekomen? Nou, ik denk dat het merendeel van de groepjes mij uiteindelijk wel gevonden. En zat hij dan vermomd of gewoon? Ja, ik was helemaal, ik had een mooi pak aan van V&D. Ja. Een aanbieding, afgeprijsd, hadden ze me aangegeven. En een mooie blouse van de V&D. En zo zat ik in de etalage. Ik vind hem ook echt heel leuk. Hoe vonden jullie het? Wil je dan met heel leuk. Heel leuk. Als het stoplicht op groen staat, wacht je. Tijdens de disco ook. Wat? Tijdens de disco ook. Het is eindfeest. Disco. Ja, oké, alleen ik vind disco gewoon beter gekeken. Lange lul. Ja. Ja, het is superleuk. Ja, omdat? Gewoon met mijn vriendinnen. Ja? Zet eens bij een team. Wat stellen die letters op jullie rug voor? Robert! En vonden jullie het vossenjacht leuk? Ja! Nou, maar ze liefde stoten! Heb je hem kapot gevonden? Ja. Maar ik geef jou een klein beetje. Kijk eens, die zaal die lijkt me heel Vossenjacht 2011. Jullie zagen dus deze brugklas dit jaar weer de Vossenjacht doormaken vanaf het begin tot het eind, inclusief het schoolfeest. En wij gaan dus de Vossenjacht verlaten. En waarschijnlijk zijn we volgend jaar weer gewoon gezellig terug bij de Vossenjacht. Dus heb je nou genoten van deze reportage? Kijk dan volgend jaar gewoon weer naar onze reportage over de Vossenjacht. Wil je ons dan helpen met de Vossenjacht? Volgend jaar stuur dan gewoon een e-mail naar info@vitatv.nk. En het is nu direct afgelopen. Hopelijk tot de volgende keer bij Vita TV. Hoi!